Dit is een bespreking van paragraaf 22 van Pro Sexto Roscio van Cicero. We zitten in de narratio. Cicero vertelt hoe een en ander volgens hem gelopen is. In het voorafgaande heeft hij verteld dat Chrysogonus, de vrijgelatene van Cicero, Sulla, dat die een verbond heeft gesloten met de twee broers van het slachtoffer uit Ameria. En in deze paragraaf legt hij er de nadruk op dat de baas van die Chrysogonus, Lucius Sulla, dat die van niks geweten heeft. Waarom dat belangrijk is, hebben we al verschillende keren gezien. Hij begint dus met een zin, neque mirum, en het is moet je aanvullen, staat er in het Latijn niet, en het is immers, niet vertaald door de vertaler, niet verwonderlijk. En dan is bij van dat niet verwonderlijk zijn, hangt af die bijzin die daar begint. Als hij iets niet opmerkt. Hè, het is niet verwonderlijk dat hem iets ontgaat, is daar vertaald. Dat hoort dus bij dat. En het is niet verwonderlijk als hem iets ontgaat. En waarom niet? Dat legt Cicero in die zinnen met cum uit, waar er een aantal van staan. 5 namelijk. Hier nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. En na die zin met si cum praesertim vooral omdat. Waarom is dat niet verwonderlijk? Cicero doet zijn uiterste best om uit te leggen dat Sulla geen schuld treft. En het is niet verwonderlijk als hem iets ontgaat. Wanneer of omdat op dezelfde tijd, dan zegt Cicero 2 keer et, door de vertaler maar 1 keer vertaald, dat polysyndeton. Wanneer hij op hetzelfde moment zowel, en dan letterlijk die dingen die voorbij gegaan zijn, sanet, herstelt. Wanneer hij op hetzelfde moment is vertaald door de vertaler zaken uit het verleden herstelt, als en ook die dingen die, samen vertaald met wat door de vertaler, die dingen die schijnen op handen te zijn in staren, die, wat er lijkt aan te komen, op hetzelfde moment voorbereid. Dus dat is argument 1. Sulla heeft het heel druk met herstellen wat in het verleden fout is gegaan en voor te bereiden, te preparare wat er schijnt op handen te zijn, wat er aan lijkt te komen. Reden 2. Wanneer hij, en dan vertaalt weer de vertaler dat et niet, Cicero doet het dus weer in tweeën, wanneer hij heeft, habiat, wanneer hij heeft zowel het een als het ander. Wanneer hij zowel heeft de rationem, hier vertaald met zorg, in ons boek vertaald met controle over, kan ook wanneer hij heeft de controle, zowel over het oorlogsvoeren, wanneer hij zowel over het sluiten van vrede de controle, als de macht heeft, belli gerendi, om van het voeren van oorlog, van een te voeren oorlog, 2 in gerundivum constructie. En dat heeft hij in zijn eentje. Dus nog een keer, reden 2, wanneer hij niet alleen heeft de rationem, de zorg of de controle over over een vrede die gesloten moet worden, maar ook de macht over een oorlog die gevoerd moet worden. In zijn eentje heeft hij die macht, wanneer hij die in zijn eentje die macht heeft. Sulla opnieuw heeft het erg druk. Wanneer, reden 3, wanneer allen naar hem kijken, letterlijk in unum spectent, wanneer allen naar één persoon kijken, wanneer aller ogen op hem alleen gericht zijn, staat hier. En wanneer, Cicero weer een koemzin in tweeën, wanneer hij in zijn eentje alles, gubernare betekent besturen, wanneer hij in zijn eentje alles bestuurt. Hier een chiasma, omnes unum en daar unus omnia, precies het tegenovergestelde A, B, B, A. Ook de derde reden geeft dus aan dat Sulla het erg druk heeft. Wanneer
Reden 4. Wanneer hij distentus zit. Hier zegt Cicero het letterlijk. Druk bezet is. Hè, op spanning staat. Zoiets staat er letterlijk. Wanneer hij druk bezet is. Tot door zoveel en zulke grote taken. Zo druk bezet uit dat hij. Dat hij non possit. Dat hij niet kan. Respireren, ademhalen vrij. Dus Sulla is zo druk bezet dat hij geen tijd heeft om even tot rust te komen. En dan is het niet verwonderlijk dat hij iets niet opmerkt. Of als hij iets niet opmerkt. Dan de vijfde reden wordt na die zin gegeven. Vooral omdat, praesertim is vooral. Vooral omdat of wanneer zo velen observeren, in de gaten houden en dan letterlijk de bezigheid van hem. Dus vertaald met wanneer in de gaten houden, wanneer die het druk heeft. Waarom doen ze dat? En de tijd waarnemen, loeren op een gelegenheid is vertaald, loeren op een moment dat, dat zij iets van deze soort, huiuske modi, op touw zetten. Hiermee verwijst Cicero naar dat verbond met Chrysogonus en die twee broers. Dus Sulla heeft het druk, zegt hij. En vooral houdt iedereen hem in de gaten dat als hij even niet oplet, dat ze dan iets kunnen doen zonder dat Sulla dat in de gaten heeft. Iets moliantur, iets op touw zetten, huiuske modi. Precies zoals dit verbond. En dat niet opletten, dat staat daar. Simulatque betekent zodra, ille sula, zodra hij en dan letterlijk even naar beneden gekeken heeft. Zodra die even niet oplet. Hoek accedit quod, hierbij komt nog dat. Dat, hoewel het een, toch het ander. Hierbij komt dat, hoewel hij, dus Sulla weer Felix zit, hoewel hij gelukkig is. Felix is ook de bijnaam van Sulla, Lucius Sulla Felix, vandaar dat sicut est, zoals hij ook daadwerkelijk is, door de vertaler vertaald met een hoofdzin. Daar komt nog bij dat, hoewel hij Felix is, gelukkig is, zoals hij ook daadwerkelijk als bijnaam heeft, staat hier ongeveer, dat er toch in tanta felicitate, letterlijk in een zo groot geluk, even kijken, dan moet ik even, dat toch in een zo groot geluk niemand kan zijn, ja, dus dat toch niemand in een zo groot geluk kan zijn, die van die aard dat hij heeft, toch, wacht hoor, even opnieuw, dit is ingewikkeld, merk je nu, hier komt nog bij dat, hoewel hij gelukkig is, zoals hij ook daadwerkelijk is, dat er toch niemand kan zijn in een zo groot geluk, vertaald als toch niemand een zo groot geluk kan hebben, en qui met de conjunctivus is vertaald met dat hij heeft, in magna familia, in een zo grote familia, familia is geen familie in onze zin van het woord, maar huishouding, dus inclusief slaven en personeel, dat er, dus hoewel hij gelukkig is, kan er toch in zo groot geluk niemand zijn in een zo grote familie die heeft niemand, geen enkele, hier betekent neminem ook niemand, dat hij in geen enkele servo nog vrijgelatene heeft die in probum is, die verdorven is. Dus Cicero zegt hier, hier komt nog bij, dat die Sulla die is wel gelukkig, maar toch kan er niemand zo gelukkig zijn dat hij in een zo grote familia niemand heeft die een schurk is. Dat staat er ongeveer. Weer een ingewikkeld stukje dit volgens mij.